zou oh. moeten leren. Dus ik hang. Goedemiddag, lieve mensen. Mijn naam is Lerke Nissen. En ik ben hier met Winston. Ja, connectie vanuit je. Hallo, Winston. Emotie naar de kijker. Hey, hallo. Ja. Jij kijkt naar rechts, hè? Heb je dat door? Nee, ja, omdat ik even naar jou kijk, toch? Oh, nee, je moet naar ik ben links. Ja, daar, jij zit daar. Ja. Daar. Ja. Maar daar zit je lens, je dingen ook. Oké, dus dit is. Ja, nou zit je off-key. Dus naar links met je ogen. Ik kijk nu echt de camera in. Oh. Het ziet er niet zo uit. Kijk eens naar de andere kant dan. Oké. Kijk naar het midden. Naar het midden van je scherm. Dat doe ik nu. Kijk nu extreem naar links. Dit is beter. Ja, dat kijk ik ook niet. Dat is het ook. Ja, maar dit is. Nu heb ik het idee dat je naar me nu kijkt. Is het goed. Hé, hey, ja. Marianne en Arlene. Lieve dames. Maar snap je nu wat ik. Dat is echt een verschil. Als je dus. Nu, echt. Maar ik word nu al in mijn arm, hè? Ik kan het nu al niet meer. Heb je niet je zo weer te vragen? We zijn even een armpositie aan het uitoefenen hier. Hoe ik hem goed wel in mijn hand kan houden, zo. Ja. Oké, dit is wel beter, ja. Zie je? Ja. Want dit willen vrouwen niet, hè? Van onder gefilmd worden. Die gaan automatisch zo. Oké. Okay. Want dan krijg je dit niet te zien. Ja, maar dat heb jij niet. Dus niet zo klaar. Kijk, als je daar bent, nu kijk eens daarin, hè? Ja, daar kijk ik nu in. Ziet het eruit alsof ik nu niet in de camera kijk? Ja, je kijkt je center, dus dat is goed. Okay. Nu kijk je center. Oké, okay. Wow, ik word nu al moe, hoor. Ja, daarom is het 2-3 minuten. Daarom word je limmerder door je arm. Mag ik hem even vasthouden? Ja. Heel even, dames, vrienden van werken. We zijn even de goede manier aan het vinden hoe je de camera moet vasthouden. Zie je mijn schouder nu? Die is naar beneden. En dan hoek ik hem zo. Ja, nou, hier ga je geen vrouw meer blij maken. Lisette, vertel me. Wat zeg jij nou? Vrouwen, hou eens over op met dat zo overkantjes zijn. Nee, dat heb jij helemaal niet. Dus niet, kijk, je ziet er helemaal niks van. Niet voor klagen. Anders heb ik het wel, hè? Dit is gewoon een hele relaxe schouderhouding. Gewoon opgepakt, boom, klaar. Okay, maar dan moet je mee experimenteren. Zie je dat ik hem eigenlijk alleen maar zo heb, klaar. Ja, nou, we gaan het proberen. We zijn heel technisch bezig. We zijn heel technisch bezig en dit gaat dus over hoe we kunnen filmen zonder selfie stick. Hoe voelt dit nu? Als je... Ja, dit voelt oké. Okay. Ja, dit is wat ik bedoel. Dat dus. Dat dus, ja. We zijn hier in de studio met Winston in mijn sessie over storytelling. Wat zei je? Ja, ik was even met we zijn nu hier twee live opnames aan het maken, dus ik moet even kijken. Ik ga nu een beetje die kant op, dan kunnen jullie horen wat ik zeg. Nou, in deze vlog vanuit het hart, nummer 20 volgens mij, ben ik met Winston bezig en het gaat om... Dat ik oefend in mijn verhaal overbrengen, contact maken met jou als kijker. Niet alleen mijn verhaal voor mezelf vertellen. En vandaag in de sessie gaat het om wat ik over kan gaan vloggen. Ik ben mezelf een vlog-challenge aangegaan om 30 dagen lang te gaan vloggen. Top, zegt Lisette, dankjewel. En tot nu toe heb ik alleen maar... Ja, ging het echt om het vloggen, om het doen. En nu wil ik graag naar de volgende stap, namelijk echt, waar gaan die vlogs dan over? Dat het inhoudelijk ook interessant is om naar te kijken. Dus we gaan vandaag oefenen met een bepaald onderwerp. En ik kan me voorstellen dat mijn vlogs gaan over zichtbaarheid. Iets wat met zichtbaarheid te maken heeft. Maar ja, wie weet, misschien gaat het uiteindelijk een hele andere kant op. Dat zullen we zien. Oké, Winston. Yes, gelukt hè? I'm ready. Voelt het goed? Ja, voelt goed. Okay, ja, ik word echt moe in mijn arm, dus ja, dit wordt echt trainen. Dat is een kwestie van training. Maar ja. Voel je ontspanning in je schouder of je spanning in je schouder? Hier wel ontspannen, maar in de rest van mijn arm is het helemaal ontspannen. Dus, gespannen. Boom, kijk eens, als je nu... laat hem dan tegen je zij aankomen en dan... Ja, maar dat... Maar dat is oké, dat is oefening. Dat is oefening. No worries. Dit is echt te dichtbij. We zijn dus echt aan het trainen, zoals je merkt, met dat vloggen. En... Oefening baart kunst. Fouten maken, daar leren we van. Oké, ik ga mijn vlog stoppen. Voordat ik dat doe, zeg ik nog even tegen jullie dat. Even kijken. Oh ja, de 30ste. Interessant, lekker. April. Hallo, Ruud. Ik ga hem nu echt heel eigenwijs doen. En toch op mijn selfie stick zetten. Gaan we alleen voor dames. Want ik kan dit niet. Ik word echt moe in mijn armen. I feel privileged.
En als ik deze in elkaar heb gezet, dan gaan we gauw verder. Ik ben hem nu even in elkaar aan het schroeven. Zodat ik mijn camera toch even in mijn selfie-stack kan zetten. En dan gaan we oefenen, zometeen met een gesprek. Kijken waar we vandaag over kunnen vloggen. Hè. Dus nou, als je erbij wil zijn, is er snel bij. Je hebt nog een week om te promoten. Dan kan ik hem wel iets dichterbij me houden. We zijn hier in de studio in Amsterdam, waar ik andere klanten mee help om video's te maken. Hier achter me is de green screen. En hier kan je dus opnames maken en dan kan je die green screen vervangen met een andere kleur of een andere achtergrond. Maar vandaag hebben we dus de sessie met Winston om, om te gaan kijken, ja, waar zal ik het over gaan hebben in mijn vlogs? Hoe kan ik, en jij ook trouwens, spelen met de verschillende karakters die je kan spelen. Soms kan ik heel rustig zijn, rustig praten, meer contact maken met jou. En soms schiet ik gewoon in de lerkenmode van, ja, yeah, hier zijn we in de studio en welkom in deze vlog. Dus ja, daarom heb ik ook contact met Winston opgezocht. Om daar iets meer over te leren in het spelen met verschillende karakters. En ja, op die manier voornamelijk meer verbindenis met de kijker te maken. Ik ga nu even wachten dat Winston klaar is. En dan gaan we verder. Dus ik stop hem even voor nu en dan ga ik zo meteen verder. Doei doei!